Onze nieuwe inwoners kunnen dus hier aan de sterren kennis maken met de dynamiek van onze lokale mensen. En die kunnen vertellen dat onze cultuur. Sinds 1990, het jaar dat de boom voor het eerst een prijs voor cultuurverdiensten werd toegekend, heeft om de twee jaar de uitreiking plaats van deze honorering. Het bureau van de cultuurraad stelt een lijst op van personen of verenigingen uit Boom die, wegens opmerkelijke prestaties op cultureel vlak tijdens de voorbije twee jaar, in aanmerking komen voor de prijs. Deze lijst wordt aangevuld door de algemene vergadering van de cultuurraad vooraleer men overgaat tot de aanduiding van maximaal 5 genomineerden, waaruit het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk de laureaat kiest. Werden dit jaar genomineerd: film- en videogroep Bokam, vanwege een aantal zeer bijzondere documentaires en filmverslagen over de gemeente Boom. Marcel Verrijken en Armand Schoeters, voor hun boek waarin de geschiedenis van 165 jaar welzijnswerk te Boom wordt behandeld. Alex Vink, om zijn jarenlange inzet op het lokale culturele vlak. VZW De Steenschuit, voor de bouw van de tweemast gaffelschoener. En EMAP, het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen. En de winnaar is EMAP. Het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen is reeds meer dan 10 jaar actief op het vlak van de industriële archeologie van de Ruppelstreek en gaf hierdoor aan de gemeente Boom een brede uitstraling. Rond EMAP vormde zich een bedrijfsculturele groep mensen en de vereniging begeleidde reeds diverse studenten in hun eindwerken in het kader van de industriële archeologie in de Ruppelstreek. Vermeldenswaardig is dat er in 1997 18.000 bezoekers door de EMAP-gidsen werden onthaald en deskundig begeleid langs de sites van Noeuvre.